voordeel staat. Een uitstekende 3-0 overwinning tegen Go Ahead, denk ik. Ja, je zegt het goed. Als je kijkt naar als we in de beginperiode van de competitie tegen Go Ahead Eagles uit hadden bijvoorbeeld toen we 3-2 verloren hadden, ja, was je eigenlijk, je deed wel mee, maar je was eigenlijk kansloos daar. En als je kijkt maanden later, wat voor een ontwikkeling wij als team hebben gemaakt, en dat hebben we vorige keer ook bewezen en nu weer, ja, dan heeft het team ook dik verdiend gewonnen. Ja, waar zit het dat in, dat je nu dan zoveel verder bent dan in het begin van het jaar? Ja, het heeft te maken met teamontwikkeling. Hè. De jongens moeten beter worden, het systeem begrijpen, de manier van voetballen begrijpen en dat ook nog goed invullen. En je ziet dat zeker na de twee winterstop dat vele malen beter ging. Alleen moest nog een resultaat omgezet worden en dat gebeurt. MVV speelde de laatste tijd altijd met dezelfde ploeg eigenlijk. Hè. Vandaag kies je voor Juri linksback en Balikusha op de linksbuiten. Waarom koos je daarvoor? Ja goed, Lars had een aantal mindere wedstrijden, hè, maar is ook niet erg, want Lars komt van heel ver, heeft het ontzettend goed gedaan. Alleen, ja, Lars liep nou een beetje op zijn teentjes en er was tijd voor Lars even rust te geven. En ja, Facundo die is geblesseerd bezig met iets anders. En de enige die wat er nog goed zou kunnen invullen is Juri Schrooien. En zeker in het Juri Ken-speel heeft vaak op die positie gespeeld. Hè. Juri is voetballend ontzettend goed en ja, ook met William natuurlijk wisten we dat we met William een balvaste jongen hadden die tussen de linies in kan voetballen en niet zomaar balverlies leidt. Dat hebben we vandaag ook duidelijk gezien in de wedstrijd. Zeker nog goed als MVV vandaag eigenlijk 80 minuten lang heer en meester is geweest. Ja, goed, we zijn wel herenmeester geweest. We hebben ook momenten gehad dat we even billen moesten knijpen natuurlijk. Vooral in de eerste helft, twee momentjes. Maar goed, ik denk, het is nou 3-0 geweest, had ook 4-5-0 kunnen worden. Dus complimenten naar de jongens toe dat ze eigenlijk 90 minuten lang hun taken goed hebben uitgevoerd en de juiste momenten hebben toegeslagen. En zeker tegen een team wat gewoon bovenaan in de competitie meedraait. Ik kan enige verklaring voor dat MVV nu al zo'n hele sterke thuisreeks aan de neerzetten is en uit ja, de overwinningen maar niet willen komen. Ja, maar ik heb vaker gezegd, winnen en verliezen ligt bij ons echt dicht bij elkaar. En daar hebben we cruciale fouten gemaakt, waardoor we onnodige tegendoelpunten hebben gekregen. En dat is vaker in die wedstrijden gebeurd. En nu zie je toch dat vele malen beter gaat. Soms is het ook niet ergens een bal uit het stadion vliegen in plaats van tegen een tegenstander aanschieten. Dan zie je ook dat je tot resultaat kunt komen en dat hebben de jongens vandaag ook duidelijk laten zien. Tot slot voor wat, is dit het MVV wat jij en denk ik ook de supporters van MVV willen zien hier in de Geuzelt? Ja, als je kijkt naar de thuiswedstrijd, is dat zeker de manier van willen voetballen, een manier van druk willen zetten op de tegenstander, los van wie de tegenstander ook is. Alleen moet je wel op de juiste manier toeslaan en dat ja, thuis doen we dat beter dan uit en we moeten proberen en uit en thuis dat goed om te zetten. We hebben nog 12 wedstrijden te gaan en we willen nog altijd kansrijk zijn voor de posities om mee te doen om de periode. Ja, 13e plek nu, dus we krabbelen omhoog. Ja, inderdaad, het is niet MV waardig, dus we moeten zeker omhoog met deze ploeg en deze ploeg kan het doen. Ja, vis op voor wat.